Het is heel raar, maar er zijn mensen die een heel ander leven hebben, die nooit boven zee vliegen, die nooit over onderkoeling praten. En als je die dan iets probeert daarover te vertellen, dan krijg je wel eens reacties van: hoe heb je dat nou gedaan? Heb je 2,5 uur water getrappeld? Maar gelukkig wist ik wel dat het in je eigen belang is om je energie zo lang mogelijk vast te houden. En dat het heel belangrijk is om zo min mogelijk te bewegen. Dus eigenlijk de enige situaties dat ik een beetje bewogen heb, dat was op het moment dat de heli overkwam, heb ik gekeken. 3 keer is er een meeuw met wat gekrijs langsgekomen. En het leek wel alsof ze even keken. En toen heb ik mijn hoofd opgetild en gekeken. Ik heb 2 keer, dat was in een vrij laat stadium, heb ik een... Ik dacht in eerste instantie aan een walvis. Heb ik het uitademen gehoord of het inademen. Pff, vlakbij. Dat zullen bruinvissen zijn. Ik weet het voor mijn gevoel 100% zeker. Iemand vertelde later van dat je in het laatste stadium van onderkoeling ook hallucinaties kan krijgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik echt bruinvissen heb gehoord. Misschien zaten ze verder weg dan ik op dat moment dacht, omdat met dat weertype draagt geluid heel ver. Maar ik heb ze gehoord en toen heb ik ook geprobeerd ze te zien, want dat leek me wel mooi. Het gaf wel troost om bruinvissen te horen. Dat is heel raar. Ik kan het niet met 100% zeggen of dat me nou weer even verder heeft geholpen, maar het gaf wel troost. Ik vermoed dat ik na die laatste helikopter weggezakt ben. Of ik daarvoor af en toe weg ben gezakt, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben weggezakt, ik hing met mijn ogen dicht in het reddingsvest. Nog steeds wel met mijn spieren van mijn armen actief de boel bij elkaar houden. En toen op een gegeven moment hoorde ik iets. Terwijl buiten de bruinvis en de meeuw heb ik eigenlijk alleen maar helemaal in het begin een scheepsdiesel in de verte gehoord. Toen heb ik nog gedacht, verdorie, dat is het schip wat we moeten fotograferen en die vaart gewoon voorbij. Maar dat is helemaal in het begin geweest. Ik heb een misthoorn gehoord. Dat is misschien een schip of een platformpje in de buurt geweest. Maar dat heb ik later niet meer geregistreerd. Dus of die al die tijd af is gegaan, dat weet ik niet. Ik heb het in ieder geval niet meer geregistreerd. En in de laatste fase hoorde ik plotseling een scheepsdiesel. Ik doe mijn ogen open. En ik zie de schatting op 1,50 meter afstand. Zie ik een reddingboot, de stuurboordvoorzijde, op me afkomen. Ik heb een enorme brul gegeven. Niet omdat ik dacht dat ze me niet zouden vinden. Want ik snapte ook wel dat ze recht op me afvoeren. Zo kwam het ook over. Er stonden volgens mij, dat staat op mijn netvlies, 2 mannen voorop. En die hadden me waarschijnlijk wel gezien. Dus ik heb puur gebruld uit blijdschap, paniek, angst. En dat kwam onderuit mijn tenen. Ik ben daarna weggevallen. En ik kwam aan boord van de reddingboot. Terwijl er stoere kerels met baardjes, breed, in pakken, vol ornaat. Die waren druk met me bezig. En in mijn herinnering hadden ze vleugeltjes. Het is onbeschrijfelijk. Ik heb de hele tijd heb ik verstandelijk gedacht: mijn enige kans is die noodzender. Maar mijn kans is heel gering. En ik had er niet op durven hopen dat ze me met dat weer op die afstand, zo ver uit de kust, me nog hebben weten te vinden. En dat is gelukt. En die mannen waren zo attent, aardig en geruststellend. Dat was voor mij een wonder om daarbij te komen en aan boord te zijn. Ze hebben me in vliegende vaart, nadat ze me eerst